Het Hof van Justitie in Suriname is versterkt met 4 leden. Het gaat bij deze om Garcia Ramcharan Paragsing en Carmen Liquishu Rassam, beiden advocaten-generaal, terwijl Robert Praag en Georgine de Miranda als advocaten zijn toegelaten. De hofleden hebben gisteren in handen van waarnemend president Ashwin Adin de eed of belofte afgelegd. De beëdiging vond plaats op het presidentieel paleis. Waarnemend president Ashwin Adin onderstreepte de lange staat van dienst die de nieuwe leden achter de rug hebben. Volgens Adin is de regering nu serieus bezig de achterstand bij de rechterlijke macht in te lopen of op te heffen.